Goedenavond, beste kijker, en welkom bij een wel zeer bijzondere aflevering van VBTV. Zoals u ziet bevinden we ons niet in onze gebruikelijke studio, maar op locatie, in de Handelsbeurs. Hier gaat zodra om 8 uur een evenement van start van de ID Party, dat is Identity and Democracy, onze Europese partij. Zij hebben tal van interessante internationale en nationale sprekers bijeengebracht, waaronder, als niet onbelangrijke gast, Geert Wilders. Maar ook partijleider Martin Helme komt vanavond spreken van Estland. André Ventura uit Portugal. Europees parlementslid Harald Wilimski uit Oostenrijk vervoegt ons. Marco Campominosi uit Italië zal aanwezig zijn. Ook Gerolf Annemans, onze eigen voorzitter Tom van Grieken. En dat valt toch wel opmerkelijk te noemen, geloof ik. Vanavond is ook de Hongaarse minister van Justitie, Judith Varga, bij ons. We blikken even kort vooruit, samen met Tom van den Driessen en Philippe de Winter. Welkom Tom, goedenavond. U bent Europees parlementslid voor onze partij en bent dus ook lid van de ID-fractie. ID organiseert deze bijeenkomst. Waarom is er precies gekozen voor ons Europa? Wel, omdat wij natuurlijk onze identiteit verdedigen en onze soevereiniteit verdedigen in Europa. En wij denken dat de Europese Unie een samenwerking moet zijn, een gemeenschap tussen vrije volkeren en soevereine natiestaten. En wat willen wij doen? Wij willen onze identiteit en onze welvaart beschermen. En vandaar noemen wij dit ook ons Europa, want dit is ons Europa en niet het Europa van de technocraten en de bureaucraten. Dat is duidelijk. Wat is de centrale boodschap eigenlijk die hier vanavond gebracht zal worden? En waarom is het zo belangrijk dat mensen die centrale boodschap te horen krijgen? De centrale boodschap is dat er hoop is, hoop op een ander Europa. En als wij spreken over onze identiteit beschermen, onze welvaart beschermen, dan denk ik dat we moeten kijken naar de Monroe-doctrine. Amerika aan de Amerikanen, Afrika aan de Afrikanen, Azië aan de Aziaten en Europa aan de Europeanen. Je werkt ook dagelijks in het Europees parlement, je woont daar uiteraard de zittingen bij. En daar komt duidelijk ook wel ter sprake dat onze Europese welvaart onder druk staat. En je merkt ook telkens dat onze Europese identiteit aangevallen wordt. Welke rol speelt de EU daar eigenlijk precies in? Maar de Europese Unie is eigenlijk opgericht in essentie om samen meer te kunnen doen dan elk afzonderlijk. Maar wat stellen we vast, doorheen de loop der jaren is het eigenlijk uitgegroeid tot een bureaucratische moloch waar mensen ons besturen, waarvoor dat niemand eigenlijk ooit gekozen heeft. En die ook allerhande bevoegdheden naar zich toetrekken en daarmee beleid voeren dat de mensen eigenlijk niet willen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Fit for 55 pakket dat recent nog gestemd is, de klimaatwaanzin. Ik denk bijvoorbeeld aan de wokeness die ze eigenlijk actief mee verspreiden in Europa, de zelfhaat. En ik denk dat we hier natuurlijk samenkomen met onze partners in Europa, omdat wij een renaissance van Europa voorstaan. We willen terugkeren naar de originele samenwerking van die Europese Unie, waarbij we elkaar kunnen versterken in plaats dat iedereen alles hetzelfde moet worden. Ja, dat is duidelijk. En er komen een hele hoop mensen samen vanavond uit een hele hoop verschillende landen, verschillende politici. De ID Party brengt die samen. Er valt wel wat te leren van elkaar, kan ik me voorstellen. Zeker. En sommigen beweren dat nationalisten niet kunnen samenwerken, dat we voor een soort van eilandmodel zouden staan. Vlaanderen, een eiland in de wereld. Dat is natuurlijk niet zo. Vlamingen staan in de wereld en met al onze partners in Europa werken wij samen elke dag opnieuw. Waarbij dat we natuurlijk soms verschillen van elkaar, maar die verschillen omarmen we. Omdat we denken dat de fundamentele motor van de sterkte van Europa al eeuwenlang, al millennia lang, van onze unieke beschaving, is eigenlijk dat we die verschillen aanvaarden en soms in concurrentie met elkaar zijn en soms samenwerken. Maar door het vieren van die verschillen worden we eigenlijk allemaal sterker. Oké, dat is een heel mooie boodschap. Ik dank u voor uw tijd en nog een prettige avond hier in de Handelsbeurs. Naast me staat ook Philippe de Winter. Ik geloof niet dat u een introductie behoeft, Philippe. Ik zou u graag willen bedanken om ons hier te verwelkomen in uw stad, in Antwerpen, in de prachtige Handelsbeurs. Maar jammer genoeg, als we door Antwerpen wandelen, kunnen we ook wel vaak aan de lijve ondervinden, net trouwens als in Londen of Parijs, dat Europa niet meer echt ons Europa is. Wat loopt er allemaal precies mis in die Europese grootsteden en specifiek dan in Antwerpen? Antwerpen is in hetzelfde bedje ziek als Marseille, als Rotterdam, Amsterdam. Londen, noem ze maar op, alle grootsteden. En dat is het feit dat de derde wereldsteden dreigen te worden. Niet wat de infrastructuur betreft. Men investeert heel veel in infrastructuur. Mobiliteitsinfrastructuur, bijvoorbeeld de Lange Wapper hier in Antwerpen, dat soort van dingen meer. Maar de bevolking, die
wordt vervangen. Want de oorspronkelijke autochtone Vlaamse, Antwerpse bevolking, die wordt vervangen door een allochtone bevolking, meestal van islamitische oorsprong of van Afrikaanse oorsprong. En die omvolking leidt ertoe dat dit derde wereldsteden dreigen te worden, waar wij een minderheid zullen zijn op termijn in onze eigen steden. Laat mij maar één voorbeeld geven. Dat is dat van de kinderen in het lager en secundair onderwijs in de stadsschool. Het gaat over 23.000 kinderen. 54% daarvan zijn nu reeds moslim. Dit is de voorafspiegeling van wat Antwerpen te wachten staat. Binnen nu en 20 jaar zal deze stad een meerderheid aan moslims kennen. En dat betekent dat we geen baas meer zijn in onze eigen stad, met alle gevolgen van dien. En dat leidt tot sociale achteruitgang. Dat leidt tot verloedering en verpaupering. Dat leidt tot criminaliteit en onveiligheid. Al die problemen die feitelijk rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de instroom van steeds meer vreemdelingen. Immigratie staat gelijk aan meer criminaliteit. Dat is niet meteen een leuk vooruitzicht, maar je draait al een hele tijd mee in de politiek natuurlijk. Je hebt al heel wat politieke evoluties meegemaakt. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen en welke rol heeft Europa daar dan precies in gespeeld? Wel, Europa schrijft het scenario van die multiculturele, superdiverse samenleving waar zij zo'n grote voorstander van zijn. Het is de nieuwe godsdienst geworden. Hè? De ideologie van de Europese Unie is de multicultuur, het globalisme, de internationalisering, open grenzenbeleid, die ons opgelegd wordt door een ondemocratisch instituut die boven de hoofden via rechtbanken en aanverwanten van onze eigen democratische instellingen beslist. En die ons verplicht tot heel wat die de bevolking feitelijk niet wil. We leven in een soort van Europese dictatuur die ons van bovenaf een aantal dingen opdringt die in tegenspraak zijn met de volkswil. En dat is het grote probleem van Europa. We hebben ook niet de kracht en de macht, ook niet via het Europees Parlement, om daarop in te grijpen, want die structuren zijn en blijven ondemocratisch. Wat kunnen we dan eigenlijk wel doen? Wat moeten we precies, wat zou er moeten gebeuren om de culturele identiteit van een stad als Antwerpen te vrijwaren voor de toekomst? Het Vlaams belang aan de macht. Dat moet gebeuren en dat zou al veel langer hebben moeten gebeuren. We dachten even dat de N-VA zou het programma van het Vlaams belang uitvoeren met Bart De Wever hier als burgemeester, maar dat is helemaal niet gebeurd. Hij heeft de socialisten omarmd en voert een links programma uit van steeds meer vreemdelingen. Hij weigert een immigratiestop in te voeren. Hij weigert een eigen volk eerst politiek te voeren. En dat is het grote probleem van deze stad. Er wordt veel geïnvesteerd in deze stad. Heel veel middelen gaan naar Antwerpen. Maar het is een bakstenenpolitiek die daarmee gevoerd wordt. Nieuwe gebouwen, nieuwe bestrating, nieuwe grote projecten enzovoort enzovoort. Maar de bevolking die volgt om in zeer snel tempo. En in feite zijn al die investeringen niet meer voor de autochtone Vlaming, maar voor de vreemdelingen die hier in de toekomst het voor het zeggen zullen hebben. En dat doet mij als Antwerpenaar zeer veel pijn aan het hart. Ja, dat begrijp ik. Het is dus duidelijk tijd voor echte verandering, zou ik denken. Heel erg bedankt voor uw tijd en ook u nog een heel aangename avond gewenst hier in de Handelsbeurs. Dank u wel. Zo, beste kijkers, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere editie van VBTV. Ik zou u heel graag bedanken voor het kijken. Aarzel ook niet om deze uitzending leuk te vinden of te delen. En aarzel ook vooral niet om straks om 8 uur... integraal de uitzending van de conferentie hier te volgen. Dat kan u op al onze kanalen doen, zelfs op Twitter vanavond. En als u naar de Handelsbeurs afzakt, zeg ik alvast heel graag tot straks.